BNR Economie Update. Tijd voor onze macro-econoom en BNR-economie-commentator Kees de Kort. Kees, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Paul. Kees, we beginnen met Nederland, want Nederland, gaat het nu goed of slecht met Nederland? Kijk eens naar de berichten van de afgelopen tijd, dan kun je een duidelijke conclusie trekken. De vraag stellen is een beantwoorden, Paul. Ja. Nee, het gaat niet goed met Nederland. Een kleine indicatie daarvoor was gisteren het nieuws over de autoverkoop in dit land. Op het laagste niveau sinds 1969. Oeh. Nou, hoe je het ook draait of keert, hoe je het ook spint, dat is gewoon geen herstelverhaal. Verhaal. Op geen enkele manier het laagste niveau sinds 1969. En misschien dat mensen geen zin meer op een auto te rijden, milieuoverwegingen, jongeren die geen rijbewijs meer hebben, kan allemaal zo zijn. Maar de economische activiteit, die gaat met kopen en verkopen. En dat heeft hier niks mee te maken. Al die andere omstandigheden niet of nauwelijks dus. Ja, dat speelt wel mee dat er minder auto's gekocht worden. Maar het heeft natuurlijk wel economische consequenties. En die zijn niet positief. Nee, 1969 inderdaad. En dan de bouw, hoe is het daarmee? Ja, als je de makelaars moet geloven, gaat het allemaal weer goed in huizenbouw in Nederland. Nou, ja. De cijfers van het CBS wijzen op anders weer lager. Nog lager dan vorig jaar, toen ze ook al laag waren. Dus in de bouw treedt geen herstel op. Dat is natuurlijk de opgetelde bouw. Kantoren, wegen, infrastructuur, alles wat er op een vast staat. Maar in de bouw, in ieder geval geen herstel. Nou, dat zijn twee grote sectoren, auto's en bouw. De Nederlandse economie zit een beetje rond de nullijn. En met dit soort verhalen erbij, dan snap je ook waarom ze op de nullijn zitten en niet hoger. Nou, je had het over de makelaars. Dan gaat het natuurlijk ook over de verkoop van de huizen. Ah, dat gaat goed. Ja. Dat ziet er allemaal een heel stuk beter uit. Maar dat de is regelingen. Ook, denk ik, en dat denken de makelaars ook wel, al je nog niet kunt zeggen hoeveel, dat het erg te maken heeft met die schenkingsregeling. En je mag, dat weten we ondertussen allemaal wel, als je een huis koopt en je krijgt via je ouders of via opa en oma geld, dan mag je dat meenemen. Dat zijn grote bedragen, 50.000 ton. Ja, dat heeft natuurlijk wel een enorm positief effect op de vraag naar huizen en ook op de prijzen. Goed voor de verkopers, niet goed voor de kopers. En wat we ondertussen ook wel weten, die regeling wordt per 1 januari volgend jaar afgeschaft. Ja, dat ga je merken. Dus we kunnen nu al voorspellen wat er gaat gebeuren. Er zijn heel veel mensen die denken, nu moeten we er. Dus de huizenverkopen gaan de komende maanden mooi zijn. De huizenprijzen gaan waarschijnlijk iets stijgen. En per 1 januari komt het grote zwarte gat, want dan is het weg, want die huizenprijzen zijn er nog toog geworden van heel veel mensen die geen geld kunnen krijgen. Dus dan zakt de zaak in elkaar. Het is allemaal weer helemaal goed voor de verkopers. Niks mis mee. Maar de kopers gaan er spijt van krijgen.